start is gevallen. Explosions Wish aan de binnenkant is snel weg. Aan de buitenkant daarnaast Blue Diamond. Dat zijn de snelste twee op weg naar de eerste bocht. Aan de relingzijde Cindy Hill. Maar aan de buitenzijde gaat Ever Forever WS. Drie dik naar voren. Zo gaat de paard op weg naar de eerste bocht. En dan neemt Blue Diamond de leiding. Blue Diamond, Explosions Wish, dan Ever Forever WS. Vierde plaats voor Calvin Ossimia. Vijfde in het tweede spoor. Gaat nu aan de buitenkant ietsje naar voren. Begint wat op te schuiven. Dat is... Nano Mulder met Cause I Do en daarachter aan de relingzijde Cindy Hill. En daarachter in het tweede spoor gaat mee naar voren de favoriet Classic Dream. Zo komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Als ze de finish passeren nog één ronde te gaan. En het tempo vooraan wordt redelijk hoog gehouden door Explosions Wish. Die heeft overgenomen. Explosions Wish aan de buitenzijde Cause I Do. Daarachter volgt aan de relingzijde Blue Diamond. En een mooie uitgangspositie voor Classic Dream. Daarachter aan de relingzijde volgt Ever Forever WS. Dan in het tweede spoor Gil's Yankee. Daarachter volgt Calvin Ossimia. Voorlaatst is Cashflow en de laatste plaats voor Cindy Hill. Zo gaan de paarden de rechterbocht in, zijn 1000 meter van huis en Explosions Wish leidt. Aan de buitenzijde daarnaast Cause I Do. Daarachter in het tweede spoor gaat Classic Dream mee. En daarachter aan de relingzijde is het Blue Diamond. En achter Blue Diamond, Ever Forever WS, dan Gil's Yankee die een halve lengte laat vallen naar de rug van de favoriet. En zo gaan de paarden de rechterlijn overzijde door. Cause I Do dringt aan naar de buitenzijde. Daarachter in de wachtkamer denkt Ebbingen, zal ik nou gaan of zal ik nog niet gaan? Het moment zou daar kunnen zijn. Hij kan ook nog even wachten, maar hij gaat nu wel een half spoortje naar buiten. En zo gaan we op weg naar de laatste bocht. Leiding nog altijd in de handen van Explosions Wish. Explosions Wish, Cause I Do en Blue Diamond. Daarachter volgt Classic Dream. En daarachter Ever Forever WS. En dan is het Gil's Yankee. Zo gaan ze de laatste bocht in en Explosions Wish gaat er nu vandoor. En dat heeft Ebbingen gezien. Die gaat er achteraan. Drie dik met Classic Dream. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. Maar de koploper die slaat een flink gat. Die slaat een heel groot gat. En die koploper is gevlogen. Explosions Wish. Explosions Wish als eerste in de laatste rechte lijn. Nu pas gaan de proppen eruit. Schakel nummer 7. Galop nummer 7. En ze gaan de laatste meters in. Explosions Wish. Nu worden de voorsprong ietsje korter. Aan de buitenzijde komt naar voren Ever Forever WS. Explosions Wish heeft de zaak stevig onder controle. Gaat hier makkelijk winnen. Explosions Wish is de winnaar. Tweede plaats voor Ever Forever WS. Derde wordt Calvin Ossimia. En vierde aan de buitenkant misschien nog net Cashflow. Uitslag is officieel, dames en heren. De koers werd gewonnen door paard nummer 2. Paard nummer 2 wint Explosions Wish met Danny Brouwer in 1.17.9. 1.17.9, de winnende tijd voor Explosions Wish. Mooi succes voor Danny Brouwer die met dit paard zeer goed koerst. En trainer Bas Krebel zei het al van tevoren. Ik verwacht veel van deze Explosions Wish. Want hoe is het om achter deze Explosions Wish in zo'n koers te rijden? Ja, het is een fantastisch koerspaard met een goed koerskarakter. En ja, hij doet zijn uiterste best. En, ja, dan doe je het laatste stukje trekken de kleppen, dan reageert hij enorm op. Oh, en dan is het heerlijk om naar huis toe te rijden. Ja, want Cause I Do zat naast je en toen leek het een beetje allemaal wat rustiger te gaan. Maar toen trok je die kleppen en toen was het ineens weer vol gas. Ja, ik moest even zoeken naar mijn touwtje. Maar toen ik ze helemaal had, dan gaat hij weer. Dan, ja, super. Super, en straks heb je nog Discovery's Wish. Ook met start nummer 2. Wordt het een dubbel met start nummer 2 vandaag? We gaan het in ieder geval proberen. Zien we dat straks in de laatste koers. Ga je eerst lekker voorrijden. Als winnaars van deze Optek BV Groningenprijs. Explosions Wish en Danny Brouwer, dames en heren. Explosions Wish is een vierjarige ruin van Diamond Way uit Okerberg. Gefokt door de familie Kloosterman. Inmiddels eigendom van Nettle Racing BV. En getraind uit daardoor Bas Krebels. En vandaag gereden door Danny Brouwer. Applaus.